Voorzitter, ik heb vervolgens ook vanochtend een motie ingediend tijdens het VAO over antidemocratische groeperingen. Naar aanleiding van het motivation onderzoek en excuses geëist van de minister. De minister heeft aangegeven dat niet te willen doen. Ondanks dat de directeur van Motivaction heeft aangegeven dat de minister dit onderzoek niet had moeten publiceren en daarmee een stigma gezet op de Turks-Nederlandse bevolking. Mijn vraag aan de minister is daarom, waarom biedt u die excuses nou niet gewoon aan? Dank u wel. Mevrouw Karaboulou heeft een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de motie. Ik vind hem heel mooi. Ik denk ook dat u een terecht punt heeft. We hebben een groeiend probleem, een kloof tussen allerlei groepen. Maar behelst uw motie ook dat ook het acceptatiegehalte onder Nederlanders met een migrantenachtergrond, dus ongeacht je achtergrond, in zijn geheel onderzocht moet worden? Voorzitter, dat is in het verleden gebeurd. Wanneer wij spreken over acceptatie, dan hebben we het over wederzijdse acceptatie. Daarbij gaan we uit van de principes en de grondrechten zoals ze in onze grondwet staan geformuleerd. En die zijn inderdaad leidend. Het gaat niet om eenzijdige acceptatie, het gaat om wederzijdse acceptatie, waarbij wij ook de gebruiken, de waarden en normen in Nederland moeten kennen. Ja, dus als ik het goed begrijp, dan vraagt u aan de minister ook de acceptatie, of hoe u dat dan ook precies formuleert, dus op welke wijze groepen tegenover elkaar staan, of dat nu groepen zijn met een migrantenachtergrond of niet, maar juist ook mensen met een migrantenachtergrond en groepen daar ook te onderzoeken hoe dat ermee staat. Zodat we echt vooruitkomen met elkaar, met alle groepen, met iedereen. Voorzitter, ik begrijp het punt van mevrouw Karaboulou. Waar het om gaat is dat er in het verleden heel veel onderzoeken zijn uitgevoerd naar het probleem. En de dingen die u net aankaart, daar is al heel veel informatie over beschikbaar. Maar wat wij graag willen toevoegen aan dat hele debat en die hele discussie is dat het van twee kanten moet komen. He, want wanneer we spreken over integratie, dan zeggen we al 20 jaar lang dat het van twee kanten moet komen. Maar we zijn al 20 jaar bezig om het eenzijdig te benadrukken en wij willen het echt de andere kant ook laten plaatsvinden. Vooral meneer de Graaf, meneer de Graaf. Dank u wel, voorzitter. Ik ga even door op hetzelfde thema. Want waarom voegt de heer Kuzu dan niet aan zijn dictum toe ook een onderzoek naar, want het gaat om acceptatie die van beide kanten moet komen. Dus ik weef er even op door. Ik heb in het AO heb ik de percentages genoemd die in Koran, Sira en Hadith staan over jodenhaat, ongelovige haat, de opdrachten om ongelovige joden, homo's en geloofsverlaters vooral te beoorlogen, te vermoorden, te onthoofden. Het zijn grote percentages, tientallen percentages van die ideologie die gaan daarover. Dat houdt in dat anderen dus niet worden geaccepteerd vanuit de islam. En waarom focust de heer Kuzu zich dan alleen maar op de ontvangende samenleving in plaats van op degenen die hier gekomen zijn en wekelijks op vrijdag in de moskee deze ideologie krijgen toegediend? Voorzitter, omdat de heer De Graaf al 10 jaar het doet vanuit de andere kant. En als die het heeft over wederzijdse acceptatie, want hij neemt die woorden ook in zijn mond. En dat is een goede zaak. Vooruitgang voor de PVV zou ik zeggen. Ik vraag me dan wel af of dat mag van de heer Wilders, maar goed. En als u het heeft over percentages in Soera en Hadith, et cetera, dan zou ik u toch willen vragen van, leg het nog een keer langs meetland. Want uw werkelijkheid is totaal niet de werkelijkheid zoals die staat beschreven in de Koran, of zoals ik die in ieder geval lees. Maar het punt is ook dat de heer De Graaf keer op keer een beeld probeert neer te zetten van mensen in onze samenleving die crimineel zijn, die mensen zouden willen onthoofden. En de stelling van de heer De Graaf dat 1 miljoen mensen in dit land misdadigers zouden zijn, dat klopt helemaal niet. En daar neem ik ook volop afstand van. Meneer De Graaf. De heer Kuzu heeft geen afstand te nemen van zijn eigen leugens, want ik heb die dingen niet gezegd. Maar ik ga even proberen via de voorzitter te praten en probeer ook, maar probeer niet elkaar van leugens te betichten, want dat maakt het debat, zou ik maar zeggen, daar komt er geen einde aan. Want dan gaan jullie voorzitter, elke keer maar dan had u in moeten grijpen bij de heer Kuzu, want die staat hier leugens te verkondigen. Nee. Ik ga niet over de inhoud van meneer. Ik luister. Stel gewoon een vraag aan meneer Kuzu. Doe dat via mij. Als hij dan wel maar antwoord geeft, dan anders maak ik er een persoonlijk feit van. Want er gebeuren hier dingen die gewoon niet kunnen. Probeer nou gewoon eerst die vraag te stellen. De vraag is, de vervolgvraag, naast het persoonlijke feit wat ik maak over de vorige opmerkingen van de heer Kuzu, die hartstikke trots is op dit moment, prima, geniet ervan met zijn Mekkaanse papier. Daarnaast de vraag, voorzitter, wat hier gebeurt, en dat laat de heer Kuzu hier zien, dat is parlementaire jihad.
En daar mag ik moeite mee hebben. Daar mag ik moeite mee hebben. Maar het is in zijn motie en ook in zijn motie van vanmorgen gebeurd. U ging een vraag stellen. De acceptatie. Wat is uw vraag? De vraag is, waarom accepteert de heer Kuzun niet dat ik gewoon feiten noem en die feiten kent hij. En als hij die feiten ontkent, bedrijft hij takia. Want die feiten die staan keihard op schrift in zijn eigen geschriften die hij leest. Dank u wel. Waarom ontkent hij deze feiten? Voorzitter. Meneer Kuzun. Via u, de heer De Graaf. Probeert zich te profileren als theoloog, als islamkenner. Maar dat doet hij vanuit een bepaald gevoel, vanuit een bepaald sentiment die volgekropt zit met haat. En dat is niet de islam zoals ik die ken. En dan kan hij persoonlijke feiten maken. Probeert u antwoord? Ik heb gevraagd aan meneer De Graaf om een vraag te stellen. Ik vraag aan u om u te beperken tot uw antwoord. Dus zijn vraag is, ben ik hier bezig met een parlementaire jihad? Stel dat ik dat zou doen, dan is de heer De Graaf bezig met een parlementaire kruistocht. Dank u wel, voorzitter. U mag natuurlijk een persoonlijk feit maken. Wederom over de opmerking over haat. U voelt zich persoonlijk aangesproken. Ik voel mij persoonlijk aangesproken daarover. En daarnaast, de heer Kuzun voelt mij nog wat toe. En daarnaast is het zo dat de jihad nog steeds een reactie waren op de kruistochten. Dank u wel. Waarvan akte in de handelingen? Ik geef het woord aan mevrouw Karabulut. Dat kunt u via de correctie van de handelingen kunt u dat corrigeren.